Welkom bij de Bow Battle. Vandaag gaan we de strijd aan om te kijken wie de beste kar kan bouwen. We hebben hier een rad staan met 4 verschillende tijden. 1, 2, 3 en 4 uur. Dus dit rad gaat bepalen hoe lang we de tijd krijgen om een kar te bouwen. Jep, zal ik gewoon een slinger geven? Geef er een slinger aan. De tijd die we gaan krijgen is... 4 uur. 4 uur. We gaan 4 uur krijgen om een kart te bouwen. Dit klinkt goed. Aan het eind van de video gaan jullie bepalen wie de beste kart heeft gemaakt. Of mooiste. Of misschien wel snelste. En dan gaat de tijd nu in. Oké. Ik ga meteen naar de auto op. Ja, ik ga gewoon meteen benodigdheden halen. Ik ga eerst even snel inspiratie doen op internet. Want ik kan wel naar de bouwmarkt gaan en spullen halen. Maar ik weet niet eens wat ik ga doen. Ik ga snel mijn auto in. How to build a kart. Ja jongens, ook ik kijk soms tutorials. Een kart van een pallet. Wacht eens even. Het is goed, dus hebben wij hier een pallet staan. Oké, er staat een pallet. Het probleem is dus, uiteindelijk gaan we van een helling af. Dus hij moet gewoon echt goed zijn. Kaart bouwen voor moves. En nadat ik nog even op internet had gezocht, kom ik dan toch op een prachtig idee. Zien jullie dit? Een regenton. Ik ga een kaart proberen te maken van een regenton. Kost allemaal tijd, jongens. Niet slim van mij. I don't wanna be your big man. Het zal ook eens niet. Wat is er nou voor gedrag, jongen? Hallo, ik ben bezig met de Bow Battle. I am at the Bowmark. Als eerste ga ik op zoek naar een regenton. Jongens, wat zie ik hier nou weer? Die auto komt me bekend voor. Oké, Jesper is hier. Ik ga proberen naar hem toe te gaan zonder dat hij mij ziet. Het wordt wel krap. Ik neem hem gewoon mee en als het niet past, past het niet. Maar volgens mij past het wel. De kans dat Rick er dadelijk binnenloopt is ook echt aanzienlijk groot. Waar is Jeppie? Meneer! Hey! We gingen toch een kart bouwen? Ja, ik ga een kart van de regenton bouwen. Wat is dit nou weer, man? Doe. Hey, waar ligt trouwens de steigerplank? Dit ligt daar helemaal achter. Wel? Ja. Ik heb serieus echt nog geen flow idee hoe ik dit ga doen. Het enige wat ik weet wat ik moet hebben is 1. Een pallet, 2. 4 wielen. 4 bandjes. En nog wat buizen. Die zijn namelijk heel belangrijk. Als een asdragertje. En nog wat mechanisch rijden, wat jullie toch niet snappen. En nadat we alle twee onze spullen hadden verzameld, was het weer tijd om terug naar kantoor te gaan. We zijn weer back. En dat betekent uitlaaien. Back in de studio. Balkje, de 4 wielen en alle mechanics. Maar natuurlijk het belangrijkst, de pallet. We zijn er weer. Al mijn spullen zitten in de ton. Oké, ik leg eerst mijn pallet neer. Dit wordt mijn basis. Oké, dit gaat de voorkant worden en hier moet de balk dus onder. En dan moet ik zo kunnen gaan sturen. En hoe ga je dat doen? Hou alsjeblieft bezig met je eigen zaken, man. Mijn eerste stap is om hier een gat in te maken waar ik uiteindelijk in kan zitten. Ik ga zagen. Dit moet een goede lengte zijn. Perfect. Wat een herrie, niet normaal. Oh, het gat is gezaagd. Is geweldig. Dit was het makkelijkst. Nu komt het moeilijkste. Het stuurmechanisme. Dit is wel grappig. Hey, niet doen, dat ga ik niet doen. Ja! De ton is dus een meter lang, dus mijn steigerplank moet ook 1 meter worden. 1 meter. Oh. Natuurlijk moet het gat nu hieronder ook. Hier, het gat zit erin. Wat ik nu nodig heb, is deze pin, deze ringetjes en dat was het. De plank is maar liefst 1 meter en hier komt de ton op. Ik ga eerst de wielen eraan maken, want als de ton erop zit, is dat veel moeilijker. Logisch nagedacht, Jesper. Pinnetje zit erin, eerst wat ringetjes omheen. Kunnen we deze dan nu overheen doen? Hoppakee, en dan zien jullie al het draaieffect. Dit op mijn achteras en daar komen de wielen aan. Zo ziet het eruit, momenteel. De eerste kant zit eraan. Ja, het is gewoon een wiel. De achteras is klaar. Jongens, oren toe, ik ga slijpen. En nu hebben we in één keer B-stuk. Het eerste wiel gaat eraan. En nu kunnen we de wielen gaan monteren. Vreselijk irritant, Jesper, doorheen. Kijk jongens, de eerste constructie is een feit. Ik ga hem even testen. Ik wil niet heel veel zeggen, maar dat heb ik echt goed gedaan. De volgende stap is het stuurmechanisme. Dus ik zeg maar zo, vast is vast. Officieel had ik denk iets grotere schroeven moeten gebruiken. Maar ja, dit kan ook. Het kost meer tijd dan ik dacht. Jep, hoe lang hebben we nog? 2 uur.
Dat is mijn wat zit je nou te doen? Even aan het kijken naar de constructie van je app. Niet doen. Draag altijd veiligheidsspullen, waaronder een bril. En nu, net zoals bij de achterkant, komt deze stang op de vooras. En daar komt vervolgens het wiel aan. Ik ben iets vergeten. Ben je het vergeten? Ik ben iets vergeten. Een stijlring. Stijlring? En die moet ik hebben. Moet ik weer terug? Nou, zijn we weer. Dit kost allemaal tijd en het is zo kostbaar. We hebben namelijk niet meer lang te gaan. Deze moest ik hebben. Stijlringen. Hiermee kun je de band een beetje afstellen. Zodat hij niet... Het is gewoon nodig. Jullie dachten natuurlijk dat het beeld bleef hangen. Natuurlijk niet. Jongens, gelukkig ik... Ja, ja, jongens. Jullie dachten dat jullie beeld... Het was een prank. Oké, nu weer snel terug. De bout is bevestigd. En onder die bout, weet je wat ik daar ga toevoegen? Corrosering verzinkt. Rondele de corrosier. Galvanisier. M12. Snap je, Leo? Zo'n ringen bedoel ik. Just the night. Dit is een moer. Die draaien we lekker strak aan. Kijk jongens, hoe geweldig. Kameraadje! Hey, maatje! Ik ben er weer met mijn stelringetjes. Ik kan sturen! Hey, f*** op, niet doen! Ik moet gewoon het kijken hoe ik dat gedaan heb, man. Jij mag niet stelen. En nu voelen jullie wel aankomen. Aan deze twee buitenkanten komen de wielen. Wiel 1 gaat eraan en wiel 2. Hoppa. Eerst zeggen, valt me tegen hoeveel werk het kost. Als we een keer de 1 uur hebben, dan zijn we echt sjaak. Ik heb een plankje gezaagd voor hier aan de achterkant, zodat ik daar ook de wielen op kan monteren. Jongens en meisjes, aanschouw mijn kart. Ik wil niet opscheppen of zo, maar dit is wel gewoon echt goed. Ik zou toch wel even één ding fixen als ik jou was. Ik weet niet wat jij hier hebt. Dit is levensgevaarlijk, man. Die moet ik nog afslijpen. Hoppa! De scherpe punten zijn verwijderd. 10 Tom Theo. Ja, la 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 la. 10 Tom Theo. We krijgen dan een beetje een beeld hoe dit eruit komt te zien. Een regenton op wielen. Oh, Jesper schiet veel meer op dan mij. Ik ben nog bezig met de banden. Jij hebt hem nog bijna klaar. Ik ben nog niet klaar, Rick. Dit moet natuurlijk wel recht gebeuren. Anders dan gaat het dan fout. Ik weet niet waarom ik mijn wielen zo breed heb gemaakt. Maar het goede nieuws is, hij rijdt. Als jullie afvragen hoe gaat het ding sturen, ik heb hier een pilletje. Deze draai ik er nu in, ook aan deze kant natuurlijk. Dan kan ik de touw nu hier doorheen knopen en hier ook doorheen. En zoals jullie nu zien, het stuur werkt. Ik ben daar echt doodsbang dat ik ga crashen, echt. Het touw is toegevoegd en voor de veiligheid heb ik nog iets. Dit is namelijk best een scherpe rand en daarom heb ik van deze schuim en die doe ik hier mooi omheen. Jongens, ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind die van Jesper echt... mooi. Dus, er is nog voor mij werk aan de winkel, want ik wil natuurlijk wel winnen. Maar ik heb een heel vet idee. Alleen daarvoor moet ik wel weer naar de winkel toe. Zal me opschieten, want zo lang heb je niet meer. Zo, die zit. Ja, ik ben eigenlijk klaar. Voordat ik hem voort ga, ik nog eventjes iets pakken. Nu we toch boven zijn, even pauze. Volgens mij heeft Jesper serieus al het gevoel dat hij gewonnen heeft. Tuurlijk ga ik winnen. Maar jongens, stem op mij. Stem alsjeblieft op mij. Ik ga hem namelijk nog vet maken. Maar daarvoor moet ik weer naar de winkel. Ten eerste heb ik net op kantoor een bureaustoel gespot. En die ga ik er dus opleuren. En dan wil ik nog een mooi randje toevoegen. En nog een vlaggetje. Ik heb nog even twee stijgerplanken gepakt. En nu begint de tijd echt te dringen. Niet alleen de tijd om te bouwen, maar ik moet gruwelijk nodig naar de wc. Dus ik moet echt snel naar huis. Maar wat ik dus wilde pakken, is een kussen. Ik moet natuurlijk wat comfortabel zitten in de kaart. Die gooien we er mooi in. En nu wil ik hem eigenlijk even testen. En stuurt ook nog. Geweldig. We zijn weer back in business. Dit heb ik dus nodig, want hiermee ga ik de ramp maken. Ja, niet meer lang, hè. Ik weet niet of je dat door hebt. Serieus, nog maar een kwartier, hè. Kwartier nog maar, serieus, hoor. 120. Oh! Ah. Dikke peerzaag. Waar is die dikke peerzaag? En deze ga ik nu schuin doormidden afzagen. Dit wordt de vorm van de barrière. De tijd begint te dringen. Ja, yep. Dat zeg je nu al de hele tijd. En deze is gewoon zo. Dat gaat krap worden. Epic shot. Oh, prachtig. Natuurlijk. Had ik nog een vlaggetje. Vlaggetje gaat vast, precies achter. En last but not least, ik ga een stoel rond het ding.
En dan zit hij nu helemaal vast. En dat betekent dat ik ook klaar ben binnen de tijd. Nog net. Maar er is nu natuurlijk één ding wat we moeten doen. De tijd is aangebroken. We gaan dadelijk hier naar beneden rollen en hopen dat we het overleven. Oké, okay, wie gaat als eerst? We beginnen dus met mijn kart. Ik heb hem vernoemd naar de flagship. Aangezien hij een vlag heeft en het is een kart, flagship, snap je hem? Jongens, het is gewoon tijd om hem om te draaien en van de berg af te gaan. Daar zit hij dan, in zijn prachtige bolide, Rick Kleven, 23 jaar. Hij heeft toegeleefd naar dit moment. Hoe gaat zijn kart presteren? Laat de flagship hem niet in de steek! Oké, jongens, ten eerste. Ga je sturen? Ik kan sturen. Oh, we gaan! Het stuur werkt! Woehoe! Daar gaat hij! Oh, hij gaat best hard! Hij gaat heel hard! Ik kan nu ook off-road, even kijken. Shit! Hij gaat niet zo hard. Ah, sorry, motor uitgevallen. Conclusie, hij kon harder, maar ik wil toch graag dat jullie mag staan. Ik hoop jullie daarmee overtuigd te hebben. Dames en heren, hier staat hij dan. De naam van mijn bolide is Tony. Ik wil er niet veel horen aan meer een vuil maken. Ik wil gewoon rijden met de ding. Jesper Wijs, we zien duidelijk de spanning door zijn lichaam gieren als hij Tony instapt. Hij heeft hier zoveel tijd in gestopt. Gaat zijn zelfgemaakte voertuig hem niet teleurstellen? Ja? Ja. Daar gaan we juist. 3, 2, 1, daar gaat-ie. Oh, ik rol op jou. En Tony. Links, naar rechts. Die wel bijna om als ik zo gestuurd. Nee, dat ding was perfect. Hey. Ik vind dat de ding perfect werkt. Echt waar. Wat wil je nog meer? Regentonnen bielen. De eerste aflevering zit erop, dus dat betekent dat jullie mogen gaan stemmen. Laat in de reacties weten op wie jullie stemmen. Rick of Jesper. Volgende aflevering gaan we bekendmaken wie er gewonnen heeft. En dan gaan we ook meteen het volgende item bouwen. En wat er moet worden, laat weten in de comments. Hey!